Goedenavond, welkom in deze Johannes de Heer zangdienst. Ook aan de luisteraars die via internet met ons meeluisteren, een hartelijk welkom. Ik heb van meerdere mensen begrepen dat ze vanavond zouden luisteren, omdat ze door ziekte of andere omstandigheden aan huis gebonden waren. Dus ook een hartelijk welkom aan diegenen. We mogen met elkaar vanavond de 9e editie beleven onder het thema Groot is uw trouw, o Heer. In samenzang, gedichten, muzikale intermezzo's en een korte meditatie zullen we bij dit thema stilstaan. Dan komen de praktische mededelingen. Staan alle mobiele telefoontjes op stil? En van deze dienst wordt wederom een videoverslag gemaakt. Er wordt van boven gefilmd, zodat niemand recht in het gezicht gefilmd wordt. Maar mocht voor één van u of voor meerdere het toch bezwaarlijk zijn, laat het na de dienst even bij mij weten. Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Om de voortgang van deze Johannes de Heer zangdiensten te kunnen waarborgen, bevelen we deze collecte van harte bij u aan. Dat gezegd hebbende, mag ik u alvast melden dat wij Deo voor Lente 13 oktober in deze kerk onze 10e Johannes de Heer zangdienst met elkaar hopen te beleven. We zijn dan 2,5 jaar met elkaar op weg, iets om dankbaar voor te zijn. We hebben deze 10e editie dan ook omgedoopt tot een jubileumeditie met medewerking van christelijke zangvereniging Irene uit Elde en met een lezing over het leven van Johannes de Heer door niemand minder dan dominee Jos de Heer, de achterkleinzoon van. Hij zal deze lezing toepassen op het thema Leven tot een eeuwigheid, het thema van die dienst. Dat lijkt ons iets moois om naar uit te zien. Maar ook vandaag zien we uit naar een mooi, inspirerend, lovend en gezegend samen zijn. Mag ik u daartoe voorgaan in gebed? Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Dat is het thema voor vandaag. En Heer, als we nadenken over uw trouw en dan kijken naar onze eigen ontrouw, hoe vaak we ook beterschap beloven en beterschap willen, Heer, dan mogen we steeds meer onder de indruk raken van uw eindeloze trouw, uw onuitputtelijke liefde. Heer, en als we dan ook straks in de meditatie stil gaan staan bij een Bijbelgedeelte en daar in het eind ook terugkomt dat uw Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde kwam om de schuld voor ons te dragen, dan komt ook daarin uw trouw zo ontzettend naar voren. Daar willen we u voor danken. Dat maakt ons dankbaar, dat maakt ons blij. En dat geeft ook reden tot een dienst zoals vanavond. Een zangdienst waarin we met de liederen van Johannes de Heer en ook andere liederen die in intermezzo's voorbij komen, u willen prijzen, u willen loven, uw recht willen doen voor uw eindeloze trouw. Heer, wilt u zijn bij de mensen die vanavond hier hadden willen zijn, maar dat niet konden, om welke reden dan ook. Wilt u ook hen laten ervaren dat u trouw bent, dat u nabij bent? Heer, wilt u ook zijn met de christenen wereldwijd die verdrukt worden, vervolgd, die niet in vrijheid samen kunnen komen, zoals wij op dit moment? Heer, daar bidden we vaak voor, maar dat kunnen we eigenlijk niet vaak genoeg doen. Als we zelf het voorrecht hebben om hier zo te zijn, om in vrijheid u te loven en te prijzen zonder dat we bedreigd of onderdrukt worden, Heer, dan willen we juist met klem bidden, wees ook trouw aan uw verdrukte kerk, aan uw vervolgde kerk. Dat we hen laten ervaren dat er voor hen gebeden wordt en wilt u door uw geest ook uitkomst geven in die landen, in iedere unieke situatie. Heer, zegen ons zo in zingen, in denken en doen, in musiceren, in alles wat we zo deze avond voorbij laten komen. Dat het tot eer van u mag zijn en tot opbouw van onszelf. Dat vragen we u. Door Christus Jezus, onze Heer. Amen. We vangen onze samenzang aan met het lied Groot is uw trouw, o Heer. Dat is eigenlijk het themalied van deze avond. Thank you.
Evenmaar. En het gedicht is van Frits Deubel. Evenmaar. God, wees even lief voor mij. Echt, dat mag je vader vragen. Kinderen mogen elke zorg naar het hemelhuis toedragen. En God hoort daar iedereen. Grote, kleine, rijke, arme. Wikt en weegt hoe innig hij elk bidder kan verwarmen. God, wees even lief voor mij. Kun je dat als oudere zeggen, zoiets teers en kinderlijks voor zijn troon der liefde leggen? Denk dat hij niets liever hoort dan dat wij met zulke wensen klein en nederig kunnen zijn tussen al die grote mensen. God, wees even lief voor mij. Laat het mij nog eenmaal weten, door een stille liefdeblijk, dat u mij niet bent vergeten. In mijn ongevraagde zorg kom ik u dit ene smeken. Wil toch duidelijk zichtbaar, Heer, liefdevol uw hand uitsteken. Wij zullen nu het lied voor u zingen, God van trouw, u verandert niet.
Gods trouw. Van één ding ben ik zeker, van Gods trouw. Je als een groeiend wonder zal omgeven, zolang je je maar biddend openstelt voor zijn manier van omgaan met je leven. Want enkel daaruit put je immers moed om zijn beleid te blijven accepteren, ook als dat indruist tegen je gevoel, en je je steeds meer gaat realiseren dat God soms andere wegen met je gaat dan je als mens geneigd bent te verwachten. Maar zelfs als je hem daarin niet begrijpt, kom je toch nooit echt los met je gedachten van het feit dat enkel hij je toekomst kent, dus als je daarin tot je recht wil komen, dan zou je toch zijn weg moeten gaan. Ook als dat haak staat op je eigen dromen, weet dat bij alles wat je overkomt, hij je uiteindelijk wel zal laten merken dat jouw geluk hem zo reëel ter harte gaat, dat hij er onophoudelijk aan blijft werken. Je vragend hart komt pas voorgoed tot rust als je aanvaardt dat hij voor je blijft zorgen. En waar je leeft vanuit die zekerheid, zal hij er voor je zijn vandaag en morgen. Thank you.
wil eerst Psalm 93 met u lezen. En vandaag komt deze lezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw trouw. U bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, Heer, tot in lengte van dagen. Deze psalm gaat over Gods trouw. In de berijmde 93ste psalm zegt vers 4 van de oude berijming zo treffend: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Licht zien we als het in de duisternis schijnt. Licht en duisternis, twee tegenstellingen. Deze lijn kunnen we doortrekken naar Gods trouw. Gods trouw zien we als we deze plaatsen tegenover onze eigen ontrouw. Nu, de toon voor deze meditatie lijkt gezet. Het lijkt namelijk al gauw wat zwaar te worden als er gesproken wordt over onze ontrouw. Velen van ons denken dan aan calvinistisch zwaar gedoe in de trant van niemand is geneigd het goede te doen, zoals ook de Heidelbergse catechismus in vraag en antwoord 8 zegt: maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Nou, dat zijn nog eens oude woorden. En soms lijken we daar ook niet meer zo goed mee uit de voeten te kunnen. Maar zongen we net tijdens ons openingslied eigenlijk niet hetzelfde? Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? Gij blijft immer dezelfde, die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. En dan zetten we het refrein in. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Trouw en ontrouw. Laatst moest ik een sleutel ophalen bij een koster. We raakten bij de voordeur aan de praat, dat gebeurt opeens, spontaan. We spraken over meerdere dingen, maar wat mij het meeste is bijgebleven, is ons gesprek over Gods trouw. Beide wisten we voorbeelden te noemen van teleurstellingen die we soms ook binnen de kerk meemaakten. En wat bleek? De meeste teleurstellingen hebben te maken met ontrouw. Mensen die je opeens laten vallen, je niet meer nodig hebben. Mensen waarvan je dacht dat ze je vanuit het geloof, ook in Jezus Christus, onvoorwaardelijk lief zouden hebben. Maar het tegendeel bleek soms waar te zijn. En als je mensen spreekt die zeggen dat ze nooit meer in de kerk komen, dan hoor je ook vaak redenen die terug te leiden zijn naar ontrouw. Ik noem zo wat voorbeelden wat ik dan her en der zo hoor. Er was ruzie tussen de dominee en de kerkenraad. Was dat nu het goede voorbeeld? Een kind mocht niet gedoopt worden, omdat de ouders niet voldeden aan de eisen. Een man of vrouw die worstelde met de eigen geaardheid, liep tegen harde oordelen aan, of zelfs tegen veroordelingen. In het ergste geval werd deze persoon door familie of de plaatselijke kerk buitengesloten. Een echtpaar dat in scheiding lag en door een moeilijke tijd heen ging, kwam tot de conclusie dat er vanuit de eigen kerk eigenlijk nooit mensen waren die vroegen hoe het ging, omdat men niet verder kwam dan de uitspraak: scheiden is verkeerd, het mag niet. Zo kunnen we helaas nog wel even doorgaan over ontrouw, of beter gezegd het ontrouw zijn aan elkaar in de zin van het elkaar laten vallen, het in de steek laten. Maar laten we daarbij niet in de valkuil lopen om te wijzen naar voorbeelden waar anderen het fout deden, zonder eerst te kijken naar ons eigen leven.
In Matthäus 7 staan Jezus' woorden hierover namelijk zo treffend geschreven. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog de balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog en pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. En in vers 12 van het hoofdstuk geeft Jezus als richtlijn, behandel anderen dus altijd zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. En wat Jezus daar zegt, dat raakt iets heel fundamenteels aan. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is namelijk exact hoe God handelt naar ons mensen. God verlangt ernaar dat wij hem trouw zijn. Dus hij behandelt ons op die wijze. Hij is trouw, zelfs als wij ontrouw zijn. Jezus zegt, slaat iemand u op uw wang, keer hem de andere toe. En neem niemand uw mantel, geef hem dan ook nog uw hemd erbij. In die woorden wordt naar ons idee haast onmogelijke trouw verwacht. Een zelfopofferende liefde, een alles overstijgende trouw. Maar is dat niet exact wat God doet? Zo door de Bijbel heen zien we ontelbaar veel voorbeelden. Het scheppingsverhaal. Adam en Eva waren ontrouw aan God. God verdreef hen uit het paradijs, maar hij liet hen niet alleen. De zondvloed. God toornde over de zonde en over de ontrouw van de mensen. Maar in plaats van met de totale mensheid te stoppen, redde hij Noach en de zijnen en kreeg de mensheid een nieuwe ronde met nieuwe kansen. God beloofde trouw, waarvan de regenboog het teken werd. Daarom is de regenboog ook voorop het programmaboekje afgedrukt. Jezus zijn kruisoffer. Ondanks het feit dat de mensheid keer op keer blijk gaf van ontrouw en van de ijdele gedachte God niet nodig te hebben, gaf God zijn Zoon Jezus Christus tot redding van de wereld, ofwel van de mensheid. Johannes 3, vers 16 zegt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Is een grotere trouw ooit betoond? Om niet lichtzinnig te denken over Gods trouw, is het beslist nodig dat we kijken naar onze eigen ontrouw. Zoals we licht zien schijnen in de duisternis, zo komt Gods trouw pas volledig tot zijn recht als we deze plaatsen tegenover onze eigen ontrouw. Dan worden we stil en dan kunnen we slechts nog in volle verwondering erkennen, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. En dan geldt ook Johannes 3 vers 16 als een prachtige belofte die zal bestaan. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Halleluja, Maranatha. Amen.
tijd. Nee, het is niet allemaal ellende en dreiging, angst en lelijkheid. Onheil dat niet is af te wenden. Het is geen uitzichtloze tijd. Er zijn nog zoveel goede dingen. Er staan nog sterren aan de lucht. Er zijn nog bronnen die ontspringen uit donkere diepte. En de zucht van lentewinden in de bomen. De regendroppels op door land. Het zonlicht uitgestort in stromen. Een liefdeskus, een vriendenhand. Ons leven is niet enkel vragen terwijl er nooit een antwoord komt. Het is niet enkel last te dragen waaronder onze rug zich komt. Er zijn nog wonderen te beleven. Het is niet alleen ons koel verstand dat ons de richting aan moet geven. Het is Gods stem, het is Gods hand. Wij hoeven niet in donker verder, in twijfel en onzekerheid. Want voor ons gaat de goede herder. Van wie ons zelfs de dood niet scheidt. Jezus, God van de hemel, in ons hart geboren. God, ik bij ons nooit tevoren. O Jezus, God van de en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Voordat wij ons richten op het dankgebed, mag ik u nog kort de volgende mededelingen doen. U bent van harte uitgenodigd om zo dadelijk na deze dienst een kopje koffie of thee te drinken in het dominee van Oosterzeehuis, hier direct naast de kerk. Vergeet u niet de Johannes de Heer jubileumzangdienst in uw agenda te noteren, 13 oktober om 4 uur 's middags in deze kerk. Ik beveel nog eenmaal de uitgangscollecte van harte bij u aan, zodat we deze zangdiensten voort kunnen blijven zetten tot de eer van God en tot opbouw van ons eigen geloofsleven. We hebben ook na alles wat vanavond voorbij kwam reden tot dankbaarheid. Mag ik u daarom voorgaan in dankgebed en voorbeden. God van trouw, u verandert nooit. Dat geeft ons rust en dat stemt tot dankbaarheid. Heer, als we dan zongen over uw trouw en ook geconfronteerd werden met onze eigen ontrouw, dan kunnen we alleen maar heel stil worden en belijden hoe groot zijt gij. U kijkt steeds weer naar ons om en u heeft door de eeuwen heen iedere keer opnieuw weer uitkomst geboden. Daar waar we zelf eigenlijk er weinig tot niets van maakten, daar had u een reddingsplan voor ogen. En zo klonken ook vandaag de woorden, de bekende woorden uit Johannes 3, vers 16. En ik zag dat deze woorden ook stonden op het bord voor deze kerk. En eigenlijk is het ook de basis waarin we samenkomen. Dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God, wat bent u dan een God van trouw? En wilt u ons dan vergeven als we zelf ontrouw waren naar u, maar ook ontrouw naar anderen? Heer, we hebben de beste voornemens vaak en we willen het allemaal zo goed doen, maar onze eigen wijsheid, zit ons vaak zo in de weg en we weten het vaak zo goed. En we hebben zo onze eigen standpunten en statements en daar kunnen we een ander soms ook nog mee klem zetten. Heer, wilt u ons dan vullen met uw Heilige Geest, als we toch mogen weten dat we geleid worden door uw Geest, dat we dan als rijke mensen een licht in de wereld mogen zijn. Dat we in de duisternis een licht mogen zijn. En dat we een boodschap hebben. Dat we een God van trouw kennen, die nooit verandert en die zijn hand uitsteekt. Zodat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, daar zeggen we u dank voor. We zeggen u dank voor deze avond, voor de vrijheid waarin we samenkwamen. We zeggen u dank voor uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Vanavond kwam een paar keer de term voorbij dat we in vrijheid samen mogen komen. En binnen ons team zijn enkele mensen, waaronder ik, betrokken bij het werk van Open Doors. Hetgeen dan ook weer zo akelig bewust maakt dat er heel veel landen zijn waarin godsdienstvrijheid niet een recht is. En waar mensen onder naam van Christus gedood worden. We hebben ons voorgenomen dat we dat toch een beetje aan ons project willen verbinden. Het werk van Open Doors. Ze hebben op het moment een actie, het bidden voor India, waar godsdienstvrijheid ook ernstig onder druk staat, waar christenen ook echt vervolgd worden. Achter op de lectuurtafel vindt u nog wat informatie over Open Doors, de actie van India. En we willen daar toch, zo klein als we ook zijn, steeds een beetje aandacht voor proberen te vragen. Want in de Bijbel staat immers, als één lid van het lichaam leidt, dan leiden alle leden mee. Dus laten we daarin verbondenheid ervaren. We gaan zingen het slotlied Vrede zij u. En daarin willen we elkaar eigenlijk de zegen meegeven van de Allerhoogste. Graag nog tot ziens hier straks en bedankt voor uw komst.